natuurlijk druk bezig. Deze dingen doen we nog terug. Ik weet niet wat ze daarvan gemaakt hebben. Misschien die stenen trappetjes. Ik weet het echt niet. Maar dat zullen we beleven. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ik wens jullie weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben nogal laat, want het is eventjes koekeloeren, 14:43. Ik heb al bezoek gehad, want ja. Mijn vloer is weer heel dat gat. Ja, dit zit er nog wel in, maar dat gat is weg. Hi, kerel. Hi. Ja, dus daar ben ik blij om. Ik moet de meisjes nog uitlaten, maar het was vanochtend heel erg vroeg laat. Het is maar hoe je het bekijken wil. Want ik heb met Karin zitten te kwekken en oude nelen en leuke dingen gedaan. Ook afleiding, ja. Maar dan kreeg ik, pak een beetje 1,5 uur geleden, droevig nieuws. Dat is een hele goede vriend van mij. Ik ken hem persoonlijk. Hij was lid, moet ik zeggen. Van een aantal groepen van mij en vooral van de 50+. En dat is niet... Ik ben al bezig zijn foto te bewerken. Onze lieftallige Sander de Waal. Die ga ik dus verder helemaal bewerken en mooi maken. Ik probeer een gedicht in elkaar te zetten. Dus ja, ik zal zien hoe en wat. Maar ik ga eerst nou even met de meisjes uit, want dat vind ik ook belangrijk. Net zo goed. En dat vindt hij wel best. Ja, vindt hij wel goed. Hij kent Frodo nog. Maar hij is nog bij Jack en hij is nu bij Frodo. Ken je Frodo Krullen? Ja, dus ja, helemaal. Jack heeft hij niet gekend, want die was al heen. Maar Frodo had ik nog, dus ja. En Arwen had ik nog, dus ja, die ken die Krullen. Eeuwen natuurlijk ook, want die is laatste heen gegaan. Dus hij kan mijn diertjes gaan Krullen. Dan kan hij de groetjes van me doen en een kusje van me geven. Maar hij was nog maar 55 jaar, hè. Ook al zo jong, net als mijn mannetje, Jack. Die was nog maar 53 en hij 55. Waar hebben we het over? En het zijn mensen met een gouden hart, hè. En hij had ook een tasje om. Die gekoppeld was aan zijn hart, anders had hij er al lang al niet meer geweest. Die moest zorgen dat zijn hart bleef doorgaan. Maar ja, helaas, het mocht niet zo blijven wezen dat hij verder mocht blijven in ons midden. En nou begint het ook nog te miezeren en te doen, ook al zo leuk, maar niet heus. Maar oké, buiten dat allemaal om wens ik jullie wel een hele fijne verdere middag en natuurlijk geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker met hetgeen wat wij doen. En ja, ik wees nog een keer duidelijk, het is een soort met dagboek voor mij die ik met jullie deel. En dus droevige momenten en leuke momenten, blije momenten, vrolijke momenten, noem maar op. Maar ook wel, ik ben vaak ziek, daar kan ik niks aan doen, want ik heb chronische hoofdpijn, dus ik loop dagelijks met die hoofdpijn rond. Ik ben geboren met een dubbele scoliose, mijn rug. Alles wat je aan gewrichten in je lichaam hebt zitten, is bij mij versleten. Dus ja, er zijn dan mensen die dan tegen mij zeggen van dat ik... thuis blijven en niet gaan werken. Wat? Ik ben volledig afgekeurd. Dus hoezo werken? Ik wou dat ik kon werken. Maar dat kan ik niet. Ik kan het hier thuis bijna niet eens. Hetgene wat ik kan, dat doe ik. Maar wat ik niet kan, kan ik niet. Nee. Hé, kereltje? Kereltje. Kijk eens. Kijk dan. Hallo, wat gaan we nou doen? Jongen, nog een toe. Maar ik ga zo met de meisjes lopen en het regent. Is het niet leuk?
Nee. Dus ik ga zo eerst even buialarm kijken en dan kijken wat er nog komt en wat er niet komt. Ja, weet ik veel. Dus, maar dat zullen we beleven. Maar jullie weten het nou, ik heb chronische pijn en ik mag niet werken. Dus voor diegenen die denken dat ik te lui ben en dat ik gewoon een uitkering vang, ja, WMO, ja, waar jong. Dus dat houdt dus al sowieso, als je dat woord hoort, dat je niet mag werken en kan werken. Ook al wil je wel. Kijk, er zijn kleine dingetjes. Maar wie wil er nou een man of een vrouw van mijn leeftijd? Dat wil niemand. Nee, want dan ben je te oud. Ja, ze willen die jonkies, dat is goedkoper voor hun. Wij oudjes, ouderen, zijn duurder voor bedrijven. Dus ja, je komt niet meer aan de bak. Dus hoe je het ook wendt of keert, wij ouderen komen niet meer aan de bak, al wil je nog zo graag. Maar de mensen die gezond van lijf en leden zijn en die nog werk hebben, ja, die kennen gewoon tot wel 75ste, als het kan. En als het mag van onze lieve Heer, door blijven gaan met werken. Maar degenen die afgekeurd zijn, nee, die komen niet meer aan de bak. Echt niet. Maar oké, geniet van je dag en doe het met een lach. Lieve vrienden, zoals jullie zien ligt er allemaal rare dingen in het water. Maar dat is zand. Want daar ging, ik zal even daarop inzoomen. We zijn zo bezig om zand in te spuiten. Dus ja, het komt helemaal goed. Dus ja, dat is deze kant. En daar zijn ze met nog een betonnen rand bezig. Maar dat zien we straks wel weer als we over de andere brug daarheen gaan. Komt dat allemaal wel goed. Nou, daar zijn ze ook natuurlijk druk bezig. Even inzoomen op ze. En natuurlijk ook daar. Daar ligt zand. Even zien, waar ben ik? Daar ja. Dat zand komt er dus in. En dan krijg je weer een vrachtwagen vol. En dan komt dan weer hier naartoe gereden. En dan wordt er weer ingespoten op een hele gekke manier. Want ik zal weer even uitzoomen. Ik zeg uitzoomen. Hier ligt een slang. Nou, en dat ligt er niet voor niks. Dacht ik zo. Dus ja, van dat. Dus we gaan even verder lopen. Ik ruim jullie weer even op. Zoals jullie zien, leggen daar allemaal van die bredere tegels erin. Ik weet niet wat ze daarvan gaan maken. Misschien die stenen trappetjes. Ik weet het echt niet. Maar dat zullen we beleven. We hebben nog één dag te gaan. Dat is morgen. En dan hebben we weer weekend. Ja, en daar ligt zand in. We lopen zo meteen even die kant weer op, maar ik moet even weer wat opruimen. En dan moet ik niet vallen, niet door mijn benen heen gaan. Zo, hij staat denk ik op de rem, ja. Hup, die kant op. Niet trekken dames, want die zit aan mijn rollator vast. Ja. Nou ja, daar komt al aardig wat in. Dus ja, het wordt wel vast en zeker wel mooi. Of niet dan. Daar zijn ze nog op die platon. Wacht even, Elwing terug. Voeten voorzetten, even inzoomen. Daar staan ze dus, ze gaan er ook af. Weer naar huis toe? Ja. Nou, dat gaan wij ook doen. Goedenavond lieve vrienden. Ja, het is inderdaad al avond, al geruime tijd. Ik heb de hondjes al uitgelaten, want ik wil bij tijd naar bed.
Ik moet wel wachten, verplicht, tot 12 uur, want ik moet dan nog wat op Facebook plaatsen. De zilveren award, want er is er weer eentje die heeft verdiend, met een gedicht erbij. Dat ik zal zo meteen klaarzetten en dan kan ik dat om stip 12 uur erin zetten. Ja, en daarna lekker naar bedje. Dus de meisjes zijn lekker al uit geweest. Heerlijk, lekker bij tijd dus. En het is rot weer, het is baggerweer, er is niks aan. Bah, nee, echt niet hoor. Harde storm, je kunt er amper tegenin komen. Maar ja, je moet toch, want dan moet je geen hondjes nemen. Maar oké, we hebben het weer gered vandaag. Het was een, niet een fijne dag, omdat ik dus ten eerste zelf al niet in orde ben vanwege de spanning allemaal nog. Dat komt er allemaal nou uit vanwege Karin dat ze geopereerd moest worden gisteren. Nou, die spanning komt er nou uit, dus barstende hoofdpijn en alles doet je pijn. Want de spanning gaat toch wel op die plekken zitten. En dan krijg je ook nog tot overmaat van ramp te horen dat er een heel lief, aardig persoon is overleden. Wat je vriend was. Ik heb hem ook real life mogen zien. Ik heb een hele middag met hem opgetrokken samen met een vriendin van hem. Dus ja, dat is dan niet fijn als je dat krijgt te horen. En hij was nog maar 55 jaar. Maar ja, ik weet wel, hij is in goede handen bij mijn mannetje Jack. Dus dat komt allemaal wel goed. Ze zullen daar veel plezier hebben erboven. En ooit zullen we elkaar weer zien. Ja. Dus lieve vrienden, ik wens jullie verder allemaal nog een hele fijne voortzetting. En een liefdevolle avond toe. Geniet van hetgeen wat je doet. Zit je ook op Facebook, nou geniet daarvan. Zit je televisie te kijken, ook goed. En verlaat op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.